En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. We zijn in Haps aanbeland, want voor onze serie mini-bieps kunnen we natuurlijk de hele gemeente Kuik bestrijken. En in Haps, nou ja, het is heel bijzonder, want hij staat pas net. En nou ja, het is een mini-biep, maar we hebben volop mensen hier. Nou, ik zou zeggen van, stellen jullie je eerst even voor, alsjeblieft. Nou, wij zijn Sanne en Simon. Klaassen is onze achternaam en dit zijn onze zoons. Hoe heet jij? Ik heet Neem Klaassen. En ik heet Noah Klaassen. Nou, dat is duidelijk, de familie Klaassen in Haps. En zoals ik begrepen heb, hebben jullie echt sinds kort pas deze mini-biep. Wie kan er iets over vertellen? Nou, we hebben sinds een week hebben wij een mini-biep. Ja, hij zat er nog maar een week in. Was ontstaan tijdens een fietsritje van de jongens en Sanne. Die kwamen voorbij een mini-biep en die dachten, oh, dat vinden wij wel leuk, dat willen we ook doen. Dus dan hebben we in de sneltreinvaart een mini-biep in elkaar geflanst en in de tuin gezet. En die staat er nou een week en we hebben redelijk wat aanlopen. Reacties zijn ook heel erg leuk. En het is ook een geocache, dus er komen ook mensen geocachen hier. Oké, dat is al een heel moeilijk woord. Dan mag je gewoon even in Nederlands vertellen. Wat heb je? Een geocache. Geocaching, dat is een soort wereldwijd spel waar mensen spullen verstoppen op bepaalde plekken. En dan zitten dan coördinaten aan vast en dan kunnen mensen die opzoeken. En ja, in onze mini-biep zit ook iets verstopt of in om onze mini-biep. En dan komen mensen dan op af en die gaan daarna op zoek waar het is. Een soort puzzeltocht eigenlijk. Ja. Aha, dus het is een multifunctionele mini-biep, begrijp ik al. Ja, zeker weten. Ja, en we proberen ook echt gewoon iedere dag even wat nieuws erin te zetten of te wisselen. En we zorgen er ook voor, we hebben zelf boekenleggers gemaakt. Die hebben ze samen ontworpen en laten drukken. En we hopen eigenlijk dat iedereen een kijkje komt nemen om te zien wat we daar dan in elk boek verstopt hebben. Hebben we samen aangewerkt, dus hartstikke leuk dat er zoveel positieve reacties zijn. Ja. En wat moet ik me bij voorstellen? Wat ga je dan doen met die boekenleggers? Nou, we stoppen ze eigenlijk in elk boek wat we gedoneerd hebben gekregen. En daarnaast ook de boeken die geruild worden, gaan we iedere avond even kijken wat er nieuw bij staat. En daar stoppen we ze dan in. Daar hebben we leuke quotes op gezet. En we hopen dan dat mensen het leuk vinden om daarvoor ook terug te komen. Dus jullie zijn er echt heel actief in. Het is niet zo van, nou, we knallen er een boek in en zoek het maar uit. Nee, we willen ook wel uitbreiden naar andere dingen. We zijn ook kinderzwerfboekenstation. En we willen ook wel andere projecten hebben. Zijn van plan om te doen. En sowieso omdat ook de dag van de mini-biep binnenkort eraan komt. Ja, in juni, hè? Ja, precies. Daar gaan we ook wat dingen mee doen. Dus ja, we willen het wel iets meer aankleden dan alleen maar van oké, we hebben een biep in de tuin staan en haaien, doe je best. Maar we willen wel wat leuk, net als die boekenleggers, dat is leuk en dat spoort mensen aan om te lezen. En het is ook leuk om iets mee te geven aan mensen, een soort cadeautje van bedankt dat je langs bent gekomen. Ja. Dus ja, probeer het een beetje aan te kleden. Ja. Je zei, jullie bestaan nu precies een week, maar de aanloop, die is er al echt?
Ja, we hebben natuurlijk ook wel een beetje geluk gehad met Pasen. Dat mensen thuis zaten en het weer was niet al te best. Dus wij hebben hier stiekem met z'n vieren voor het raam gezeten om te kijken hoeveel mensen er voorbij kwamen. Maar superleuke reacties gehad. En met Pasen was er echt heel veel aanloop. Toen dachten we, ah, misschien valt het daarna een beetje stil. Maar het is eigenlijk de hele week nog, nog wel iedere dag een paar mensen geweest die geruild hebben. Bijzonder vind ik het, want het is niet zo dat je nou echt in zo'n doorgaande straat zit waar 100.000 mensen per dag langskomen, toch? Nee, sowieso is dat natuurlijk in een dorp als Haps niet echt snel dat er veel mensen langskomen. Maar we hebben er op Facebook wel veel aandacht aan geschonken. En uiteindelijk al in een week tijd 200 volgers weten te verzamelen op Facebook. Dus dat heeft zich denk ik ook wel wat rondgekletst. En dat is gewoon superleuk. En op school, de jongens zitten natuurlijk op school, dus die maken er zelf reclame voor. Ja. En dat is hartstikke leuk. Ik was net even aan neus in jullie mini boekenkast. Jullie hebben verschillende soorten boeken. Kinderboeken, boeken voor volwassenen. Daar is speciaal voor gekozen, voor beide? Ja, want we moeten wel een beetje voor de doelgroep hier in Haps. En dat is meer een deel kinderen en volwassenen. Maar wel oudere mensen proberen wel een beetje zo'n keuze te geven. En misschien komen er ook nog wel een keer een film of wat dan ook ertussen. Of wat we kunnen vinden, dat is ook welkom. Het is een verhalenkast, dus we hebben het heel breed gehouden. En verhalen kun je op heel verschillende manieren vertellen. Dus dat is ook welkom. Want jullie hebben de kast inderdaad een naam gegeven, hè? Ja, we hebben daar een prijsvraag voor op Facebook gezet, omdat we er zelf niet uitkwamen. En daar zijn hartstikke veel reacties op gekomen. En uiteindelijk iemand helemaal uit het zuiden van het land, een oud collega van mij, die had wel 10 suggesties en daar zat dit tussen. Dus dat is hem geworden. Ja. Samen het logo gemaakt. En mijn vader heeft met een ponsmachine het logo voor ons op de plexiglasplaat gemaakt. Dus hartstikke leuk. Ja. Nou ja, het is echt een familieactiviteit hier. Dus dan wil ik het ook wel graag van de heren weten. Hoe vinden jullie het dat er zo'n verhalenkast in jullie tuin staat? Nou, wij vinden het allebei erg leuk. En we vinden het vooral heel fijn dat er ook echt heel veel mensen komen. Want ik zelf had dat niet verwacht en daar ben ik dus heel blij mee. Want jij dacht zo van, nou, kinderen die houden helemaal niet van lezen of die durven niet in onze tuin te komen? Nou, dat is niet wat ik dacht, maar ik dacht wel dat er vooral heel veel kinderen wel zouden komen. Alleen dat ze zouden kijken en ik zouden pakken, want ik heb wel eens aan een paar kinderen gevraagd in mijn klas of ze wel vaak lezen. En de helft leest eigenlijk maar 1 of 2 boeken per week. Of ja. Ja. En jij, vind jij boeken lezen leuk? Ja, ik vind dat heel leuk en ik vind het ook erg rustgevend, dus dat doe ik eigenlijk wel, ja. Nou, heel goed. En lees jij ook boeken? Ja, niet echt vaak, maar wel soms, als ik me verveel. Ja. En soms, ja. En wat voor boek vind jij leuk? Als het Sinterklaas is, kiezen ze altijd een Sinterklaasboek, maar daar weet ik eigenlijk niet welke boek het leukst is. Nee. Vind je boeken met veel plaatjes leuk? Of zeg je van, nou, ik wil juist heel veel zinnen leren lezen? Nou, ik wil juist de plaatjes zien. Nou ja, plaatjes die kunnen ook al heel veel zeggen. Heb je bijvoorbeeld ook alleen plaatjesboeken hier in je kast? Ja, we hebben ook wel wat prentenboeken staan inderdaad. Natuurlijk de Dickie Dick verhalen hebben we in de boekenkast staan. En ja, daar moet het plaatje ook veel van het verhaal vertellen. Dus we proberen wel echt elke doelgroep aan te spreken. Dus ook echt de wat jongere kinderen. En onze jongste Nim die zit nu in groep 3, dus die begint nu volop te lezen. Dus ja, dan zijn de plaatjes ook nog belangrijk. En hartstikke leuk. Ja, zeker. En wat ik altijd heel leuk vond, voorlezen. Worden jullie ook nog voorgelezen? Want dat, nou ja, daar kan je ook heel veel mee leren, of niet? Ik word niet meer voorgelezen, maar het is nog wel eens dat Nim voorgelezen wordt door papa of mama. Of dat ze samen een boek gaan lezen en dat ze dan om de regel ze dat gaan doen. En ik denk dat Nim dat ook heel leuk vindt. Ja, veel samenlezen. Ja, vooral veel samen. Ja, precies. Je hoeft ook niet altijd te lezen als kind, hè. Je mag ook nog andere dingen doen. Ja. Huh?
Nou ja, als ik hoor hoeveel activiteiten er hier al zijn, dan krijg ik toch wel mijn bedenkingen of dat die kast al groot genoeg is. En we zullen zien, en anders zetten we er gewoon in naast. Ja. Ja. We hebben nog plek in de tuin, dus ja, dan staan we gewoon die boom op. Ja. Oké. Nou, ik wens jullie gigantisch veel plezier. Ik kijk plezier vanuit het raam en heel veel ruilplezier met jullie boeken en zo. Ja, één ding wil ik eigenlijk toch nog wel weten. Jullie zijn natuurlijk pas heel kort aan de gang hiermee. Maar heb je nu al een boek waarvan je zegt van nou, dit vind ik echt heel bijzonder of nou, heel apart of zoiets? Ik vond, we kregen van iemand een aantal meditatieboeken, dat vond ik wel apart, want daar had ik helemaal niet over nagedacht. Nee. Zelfhulpboeken. We hebben wel wat regels opgesteld wat er wel en niet mag, omdat het, ja, je kunt geen hele encyclopedie kwijt natuurlijk. Dat past niet. Maar we hadden wat zelfhulpboeken gekregen, dat vond ik wel heel apart. Dat had ik eigenlijk niet verwacht. Die zijn ook wel leuk om even doorheen te bladen van, hey, kunnen we wel eens wat van opsteken hier en daar. Ja. Ja, was leuk. Nou, super. Dank jullie wel voor de tijd en heel veel plezier met jullie prachtige verhalenkast. Bedankt. Dankjewel. 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 Dank jullie wel.